Welkom bij weer een nieuwe NEC-update richting de wedstrijd van aanstaande zaterdag. Want dan speelt NEC hier thuis in de Goffert tegen Almere City. Die komen hier naar Nijmegen toe. Maar eerst maar eventjes nog naar afgelopen dinsdag. Toen was de supportersavond weer hier bij NEC. De mogelijkheid voor supporters om in gesprek te gaan met onder andere technisch directeur Carlos Albers. Wilco van Schaik, daar kon je ook mee in gesprek. En een aantal spelers. Er was eerst een opening en er waren daarna de zogenoemde tafelgesprekken. Dus dan zat aan tafel met Carlos Albers kon je wat vragen stellen. Of met Wilco Verschuik kon je wat vragen stellen. En een aantal spelers. En Bram Nuiting, die zat onder andere aan tafel. Mocht ook een beetje het woordje voeren vooraf. Hoe was dat? Leuk. Maar het gebeurt wel vaker toch bij NEC? Maar om daar weer eens te zitten. Nou, je bent terug en dan zit je daar weer zo. Prima. Ja, ik ken het, hè. Ik weet wel hoe dat allemaal gaat hier. En het is echt leuk gewoon om met de sporters te zijn. Even te praten over van alles. Sommigen hebben wat vragen over hoe het gaat. Hoe gaat het met het team? Hoe gaat het met jou persoonlijk? Ook gewoon buiten voetbal, hoe gaat het? Dus het was echt wel gewoon leuk om te doen. Ik denk ook goed, want dan krijg je toch een beetje een feeling met de supporters ook. En dat is leuk. Alle supporters waren gewoon allemaal positief. Ze steunen ons allemaal. Dus dat was echt wel goed om te zien. En dat voelt ook goed. Prima avond. Ja, je had niet het idee van ik moet hier eens even tekst en uitleg komen geven of zo. Dat je zo'n gevoel had. Nee, absoluut niet. Nee. Ze twijfelden wel eens of de wil om te winnen er wel is. Dat vind ik raar, want je bent een sportman. Volgens mij willen we altijd winnen. Maar waar ligt het dan aan dat misschien supporters toch zo denken, ja, willen ze wel winnen? Dat is altijd heel moeilijk te antwoorden als speler zijn. Want die wil om te winnen is er natuurlijk. En wij willen dat ook in het veld laten zien. Alleen soms dan zijn andere dingen van toepassing. En dan lijkt het misschien zo voor supporters. Maar geloof mij, wij willen echt altijd keihard werken. Wij willen echt altijd winnen. En wij willen er echt voor gaan. Alleen er zijn wel meerdere factoren afhankelijk. En dan lijkt het misschien voor de supporters zo. Maar geloof me, dat is echt niet het geval. En wij willen echt winnen. Ja, en hij was er wel, maar zat niet aan tafel. Dus je kon hem ook eigenlijk geen vragen stellen. Dat was trainer Rogier Meijer. Was dat bewust? Nee, maar ik had daar geen actieve rol in. Dus ik heb eens rustig rondgekeken en dat zit. Een beetje meegeluisterd met wat er voorbij kwam? Ja, ik heb geluisterd naar wat er gebeurd is en dat zit eigenlijk. Ja, tijdens de interlandperiode oefende NEC nog tegen FC Utrecht. En daar probeerden ze iets nieuws aan met twee spitsen. Er werd al vaker om gevraagd door supporters. Ga nou eens een keer met twee spitsen spelen. Hoe is dat bevallen? Nou, wel goed. Zeker zeg maar voor die twee spitsen. Hè. Ik denk dat die prima met elkaar kunnen samenwerken. En dat daar prima een optie zou zijn aan het begin van de wedstrijd of in de wedstrijd. Dus dat is goed om te zien. Ik had een beetje het idee dat het niet helemaal lekker liep daarin nog. Maar het kan ook wennen zijn natuurlijk voor spelers. Ja, het kan ook jouw idee zijn. Dus ik zou zeggen, houd bij jezelf. En je hebt mijn tekst gehoord. Ja, ondanks de twee spitsen wist NEC niet te winnen van FC Utrecht. Maar de trainer ziet er wel mogelijkheden in dus. Dan naar de tegenstander voor aanstaande zaterdag. Dan komt Almere City hier naar de Goffert. En dan zegt iedereen, daar moet je toch wel makkelijk van kunnen winnen. Maar ja, is dat wel zo makkelijk? Nee, maar die clubs bestaan ook niet. Ik denk dat het gebleken is tot nu toe dat we heel hard moeten werken om de punten te halen. En als we dat doen, dan kunnen we ook van iedereen winnen. Daar ben ik van overtuigd. Dus dat zal morgen ook moeten. En Almere heeft zeker de laatste weken een ontwikkeling doorgemaakt als elftal. Twee keer gewonnen, dat geeft hun ook energie. Is een lastig te bespelen ploeg met echt wel kwaliteit. Dus al de bespiegelingen vooraf, die geloof ik wel. Wij moeten zorgen dat we zelf heel goed zijn. Almere City. Er moet gewoon gewonnen worden. Ja, dat is duidelijk. Ja, maar zo makkelijk, zoals we nu zeggen, is het natuurlijk niet. Nee, maar zo gaat het toch eigenlijk bijna voor elke thuiswedstrijd hier bij NEC. Dan moet gewonnen worden. Ja, dus dat is nu niet anders. Ja, en dan het wekelijks itempje, de zieke boeg. Hoe staat het ermee? Jasper Sillissen. Ja, die is weer terug. En die heeft deze week meegetraind. Dus die is erbij. Waar gaat hij spelen? Robin keept, omdat ik vind dat Jasper heeft 3-4 keer meegetraind en ik denk dat hij iets langer daarvoor nodig heeft. Nou, Robin heeft het goed gedaan, dus dan is dat wat dat betreft luxe. Volgende, Tafsan. Die is er ook bij. Die heeft 2,5 maand niet gespeeld, dus die is bij de selectie voor het eerst. Ja, wel fijn dat je denk ik weer toch wel gebruik kan gaan maken van hem, hè?
Ja, tuurlijk. Ik denk, ook als je kijkt naar de afgelopen weken, dat er best wel momenten waren in de wedstrijd waar je hem heel goed kunt gebruiken. Hè, met zijn individuele kwaliteit, zijn acties, zijn dreiging. Nou ja, goed, dat voegen we nu toe aan de selectie. En op het moment dat het nodig is, zullen we hem zeker gebruiken. Dan hadden we Jurie Baas, die was ook geblesseerd. Hoe is daarmee? Die is ook fit. Dus wat ik al zei, alleen Brian Pereira is niet meer fit. En voor de rest is iedereen aan boord. Oké, maar Pereira die kunnen we even laten staan, want dat duurt echt wel tot januari waarschijnlijk dat hij pas weer wat kan doen. Hè? Ja, dat duurt wat langer. Ja, klopt. Goed, we gaan het zaterdagavond zien, want dan speelt NEC dus hier thuis in de Goffert tegen Almere City. Kun je er niet bij zijn? Onze collega's van de radio, RN7 Radio, zijn er wel bij. Hoef je geen minuut van de wedstrijd te missen, kun je gewoon inschakelen. En wil je het laatste nieuws volgen rondom NEC of andere leuke filmpjes, kijk dan even op mijn X of Instagram account. En we zijn ook op TikTok te vinden, ook leuke filmpjes daar. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe update. Graag tot dan!